Swag, 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 8-5 feeling back again met een nieuwe video. Je toch swagging in the kitchen met Debo 1017. Jullie kennen hem misschien niet eens, maar je toch, hij is interesting dude. En jullie gaan sowieso na mate van de tijd meer leren, meer informatie over hem krijgen jullie te zien. Maar in ieder geval, genoeg gepraat, nu gaan we over naar Debo. Swag, 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 Debo 1017 in this bitch. Zeg die mannen wie je bent en wat je gaat maken en shit. Ik ben Debo, welkom in mijn kitchen. Wat ga ik maken als je deze ingrediënten ziet? Bro, ik denk misschien uiensoep of zo. Ik zie kolen voor uien en shit. Soort van. We gaan jollof maken. We gaan rijst koken in gekke tomatensaus. En dan fixen we het zo dat die tomatensaus dus maar in wat, die rijst gaat. Wow, je geeft te veel informatie. Wat is jollof of zo? Jollof is Ghanese gerecht. Eigenlijk West-Afrikaans. Nigerianen claimen het ook. Maar ik hoor dat wij Ghanese het beste maken, dus ik ga Ghanese jollof maken. Maar wat is dan jollof? Dan gaan we weer terug naar waar we eerst waren. Ik ga gekke stuw maken, gekke tomatensaus maken. En daarin gaan we de rijst gewoon koken, man. En dan mixen we met groenten. Eindgerecht is een soort van rijst? Is rijst, man. Ah, is gewoon spangenrijst. Is gewoon echt goede rijst. Je gaat straks aan die gezichten zien dat het gewoon echt rijst. Maar wat echt is de specialiteit van jollof? Is gewoon de vibe, man. Nee, maar wat is zeg maar, wat is de bijzonderheid van jollof? Is de vibe. Is de vibe. Ja, is dat het wordt gekookt dus in tomatensaus. Normale rijst kook je in water, toch? Damn. Dus dan gaat die water in die rijst. Damn. Maar met dit, dan kook je die rijst, gewoon die harde rijst, dat kook je gewoon in tomatensaus. Dus er gaat niet water in die rijst, er gaat tomatensaus in die rijst. Oeh, damn. Dus dat is wat je straks gaat zien, man. Damn. Je hebt gewoon die saus in die rijst. Damn. In die rijst. Damn. Ai. Ik ben benieuwd. Ai. Wat doe je nu als eerst? Zou het gelijk beginnen dus nu? Doe je ding. Eerst beginnen we met de uien. Moet veel ui gesneden worden. Hoe ik ui snij is gewoon door de helft en dan die buitenste schil eraf. Want anders ga je lang moeten pulken. Die buitenste schil gewoon eraf. En dan heb je bijna alleen maar uien. Zo. Dan doen we dat gewoon voor alle uien. Jongens, ik weet de truc. Waardoor ik zeg maar in één keer alle ui heb gechopt. Want het is koud of veel. Want het is best wel veel, je weet toch. Anders moeten jullie helemaal alles gaan checken. En dan duurt dit filmpje drie jaar. Dus ik ga nu een trucje doen. Check. Het is nu nog helemaal heel. En dan doe ik nu dit. Ui was weer back. Oh ik shit. Ik heb de uien gesneden. Koud of veel. Gek trucje, hè. Damn. Oh, ook nog muziek in the back. Hè? Damn. Ik doe gekke dingen hier in de kitchen, man. Damn. Dat is alleen maar magic. Weet je wat we nu gaan doen? Ik weet niet of het gaat passen, want een mixer is best wel klein. Ik kook eigenlijk normaal niet voor zoveel mensen. Ik ga echt fucking veel jollof maken, want ik ga invriezen ook nog, toch? Lijpe Turkse thee in de background. Is ook daar. Maar eigenlijk moet al deze ui dus gemixt gewoon worden, man. Gemixt worden, gewoon puree. We gaan uienpuree maken, man. Het is koude spam. Vijf! Pureetje doe ietsjes meer erbij. Je oog gaat sowieso verbranden als je daar close op komt. Eigenlijk kan gewoon alles denk ik in één keer in. Kolo veel. Ja man, maar ik hou fucking veel rijst, maar ik ga gewoon die hele pot gaan koken. Ik voel wel die ui aroma in de lucht langzaam aan. Is een fight. Is niet een fight, want mijn oog brandt. Alles is een fight, man. Je gaat vanavond terugdenken aan het moment, zeg maar, dat je oog brandde tijdens die aroma dat in je oog komt van het uienmix. Alright? Want die ui gaat ook, zeg maar, samen met die tomaten in die rijst. Wow. De ui gaat ook in die rijst. Wow. Straks zie je niks meer van dit terug, want het zit in die rijst. Damn. Ja, ja. Kiks. Je kan die camera kan je inkijken, hè? Die hele pipe. Je ziet die hele pipe. Brand je ogen niet nu? Branden jullie ogen? Oh damn. Check eens op. Ik ga nu lijpen vuren, maar het brandt wel, man. Oh ja, die kip ook nog, man. Oh. Je gaat jollof en kip maken dus. Kip is sowieso dat. Kip is gewoon standaard. Kip toen gewoon. Kip toen gewoon altijd. Maakt niet eens of je jollof maakt. Kip is gewoon standaard. Maar het zit niet in de gerecht. Je kan ook jollof chappen zonder kip, maar bijna niemand doet dat, want het hoort er wel gewoon bij. Eigenlijk hoort er ook zeg maar bakbanaan bij ofzo. Bakbanaan? Ja man, dit frituur je dan, man. Maar dit ga ik niet voor jullie flippen. Maar kan je dit ook gewoon zo chappen? Huh? Kan je die ook gewoon zo chappen? Nee man, dit moet je wel bakken of koken, man. Ken je dit niet? Nee man. Heb je nog nooit ook zo'n... Ik wil het bijna voor jou... Eigenlijk wil ik het bijna... banaan gezien. Ik wil het bijna wel voor je klaarmaken, man. Als het niet te veel wordt, ik bewaar het nog even. Maar als het niet te veel wordt, flip ik het wel voor je. Maar eerst even... Die oven aanzetten voor de kip. Dus ik kook ook nog preheat iets. In die shit.
Ja, man. We pakken de grootste pan, want er komt koude veel rijst, man. Ik zit eigenlijk te twijfelen of deze pan wel groot genoeg is. Moet wel, toch? Ja, man. We gaan het gewoon doen. Oké, okay, wat gaan we nu doen? Hey boys, we hebben nu gepureerd. Dit is gewoon echt spangen uienpuree. Een beetje olie erbij. Ik gebruik arachideolie. Gewoon een bepaalde soort smaak of een vitamines en shit. Waar je specifiek smaak? Verwezen. Nee, niet echt. Vitamines? Nee, denk het ook niet, man. Maar waarom heb je dan geen zonnebloemolie? Heeft de vibe. Ik hou sowieso van pinda's, toch? Pindakaas. Ja, gewoon pindaolie. Ja, man. Leuk. Gooi gewoon een beetje, zodat die ui er goed tussendoor kan druiten. Gooi een beetje ui erin. Soms gaat het ding... Oeh, wat dit? Ah, eigenlijk hoort het niet zo. Eigenlijk moet je het soepel laten. Maar het is vallen. Ook een vibe. Met de vibe. Eigenlijk moet je het met de vibe... Eigenlijk moet je het met souplesse laten vallen, maar ik heb dat niet echt. Dit is ook een vibe. Het is ook wel een vibe. En dan heb je nu eigenlijk gewoon ui met olie. En dan laat je het gewoon langzaam fruiten, man. Maar volgens mij komt er dan ietsjes meer smaak of zo. Een beetje meer olie. En dit kan gewoon, dit duurt nog wel even. En tussendoor kan ik de tomatenblokjes fixen. Ik kan gewoon deze fixen bij de Appie. Of je fixt deze bij de local Turkse winkel. Liever, beter support je locals en buy deze, man. Ook al is deze goedkoper. Wel een love naar de locals. Ja, love naar de locals is belangrijk, man. Support je locals. Nu ga ik deze in die olie gooien, man. Gooi tomatenblokjes in die mixer. Ik ga die tomatenblokjes in die blender gooien. Dat is 400 gram. Die andere is ook 400 gram. We hebben 800 gram tomaat. Bijna een kilo tomatenblokjes gewoon in die tori. Reageer in de comments of het logisch is dat je tomatenblokjes haalt om het vervolgens in de mixer te blenden en shit. Ja, weet je? Reageer op ik heb gehoord dat het zo moest, toch? Reageer of het logisch klinkt. Het ziet er tenminste wel uit als een vibe. En dan heb je ook nog die puree die je nog meer gaat pureren. Reageer of dat ook logisch is. Ja? Kill. Ja, kijk. Dangerous. Of je pakt een schaar en je knipt het. Maar of je pakt die kill zo vast met die Niffy erin. Dangerous. En dan prik je er een gat in. Oh, gewoon een gat in die kill. Savage. Zo. Wie het vertelt is wel savage. En dan laat je zo die bloed zo eruit. Lekker gewoon. Je knijpt hem helemaal leeg. Je laat gewoon die hele bloed uit die keel stromen. Maar dat gaat niet zo soepel, man. Ik pak toch wel aan een schaar. Oeh, shit. Nu gebeurt er een beetje te veel tegelijk. Maar geen ramp. Die oven kan wel even aanblijven. Je hebt nu koude veel tomaten shit in die ding. Ja, man. Fucking veel tomaat, bro. Maar dat is de bedoeling. Nog eentje erbij. Ik ben echt bang dat het spettert, maar... Kiel, ik ben meer bang dat je zelf gaat snijden, man. Oh, hoezo? Koude grote mes bij je handen zo. Zo, souplesse. Snap je? Zo hoort die tori te gaan. Moet ik eigenlijk ook vertellen die hoeveelheid, zeg maar? Wil je het zo aandachtig alles uitleggen? Of? Ik weet niet of mensen dit yuzu gaan maken, toch? Ja, ik weet ook niet of mensen de shit die ik maak ook echt proberen. Dus. Laat het me eens weten of je soms echt die dingen maakt die je filmt. Tomatenpuree nummer 3. Ik ben echt benieuwd. Hoeveel zit in die fucking? 140 gram. Dus hoeveel heb je dan totaal in die ding zitten? Dan heb je meer dan een kilo. Dit is gewoon meer dan een kilo tomaten. Ga je nog wel die deksel erop kunnen gooien? Trouwens, is belangrijk dat je dit ook even, weet toch? Belangrijk dat je dit ook even roert tussendoor. Voor die vibe. Wow, ik ben wel echt benieuwd of dit past, man, bro. Ja, ik denk sowieso niet, kilo. Hij loopt nu al over. Sowieso, hij heeft meer genoeg ruimte om te mixen. Dan ga deze tori gewoon doen. Hij mix, we mixen die tomaat, zit helemaal vol. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Shit is loaded. Hij zegt dat het fucked up gaat. Ik zeg dat het kan. Geen spetters, niks. Souplesse. Stabiel. Eigenlijk moet dit er ook nog in. Paper. Ja, man. Papers. Madame Jeanette. Maar ik ben bang, zeg maar, als ik dit erin ga, gooi dat hij niet helemaal blendert. Dus ik doe dit wel zometeen apart erbij. Maar eerst moet dit even bruin worden. In de tussentijd kunnen we dit een beetje opruimen, weet je. In één truc doe ik dan zeg maar de keuken opruimen en dan zelf bij de kip. Oké, 3, 2, 1. I was like, we in this bitch. Vertel eens wat er gebeurt. Sorry, ik wou door je heen praten. We zijn weer back. Kip is done. Kip gefixt. Eigenlijk heb ik dit gewoon een paar uur geleden gewoon gefixt. Wat heb je allemaal op deze dingen gezet? Weet je, gewoon een beetje van... Kijk, ik heb gewoon gekeken wat de spang lijkt. Paprika, rozemarijn. Ketchup, gewoon een beetje gekeken wat spang is, man. Nu ga ik het dus in de oven zetten. En oh ja, de tomatenpuree is klaar. Weet je wat ik er ook nog doorheen heb gehaald?
Madame Chanette, 3 Madame Chanette pepers. Je moet gewoon kijken of je kan handelen. Als je niet kan handelen, doe maar 1. En als je met mensen... Heb je die ook gewoon geblenderd? Ja, die heb ik ook gewoon geblenderd, man. Het is gewoon allemaal daarin geblenderd. Dus niet alleen tomaat. Je moet niet denken dat dit alleen tomaat is. Het is fucking heet. Er zit veel Madame Chanette in. Wat ga je nu doen? Nu ga ik het zeg maar bij die ui gooien. En dan ga ik het laten koken. Swag. Gewoon alle tomaten gooi je er gewoon bij. Bij de gefruite uien. Dat is die mo. Is die mo. Swaggen in the kitchen. Je weet wat we doen. Ja man, geschiedenis. Ik voel gewoon de heat van de kamer door de peper. Woe! En nu gooi ik even... Oh nee, voordat ik de kip erin gooi, gaan we even al deze kruiden erbij gooien man, bij de tomatensaus. What's that bro? Oké, ik ga jullie uitleggen. Wat heb je daar? Hier heb ik knoflookpoeder. Dit is curry, gemixte curry, alle curry's ofzo door elkaar. Ik heb niet zoveel verstand van curry, maar dit is curry. Gemberpoeder en gewoon gemixte groentekruiden. Is dit man, dit moet je sowieso os hebben man, anders slaap je. Dit, ik kan dit met alles chappen man. Met patat, met rijst, met kip, met alles kan dit. Maar dit kan letterlijk met alles. Alles! Swag. Oké. Okay. Maar je gooit al die dingen direct erin. Gewoon zo man. Gewoon 1 keer. En dat is heel belangrijk man, want dan is het niet normale tomatenpuree meer. Of tomatensaus. Gewoon met smaak en shit. Met smaak. Is met de vibe. Is met de vibe. Veel mee. En ook, gewoon kip maggi blokjes belangrijk. Dat er ook bij. Kan niet missen. Maggi fire flame. Maggi fire flame. En dat gooi je in die heat. Hops, oké. Eigenlijk is het beter als je het een beetje poederig erin gooit. Want dan weet je niet, weet je zeker dat het geen blok blijft. Dus een beetje zo, ik ga jullie uitleggen hoe je het poederig maakt. Je zet hem tussen je vingers en dan een beetje zo. Het is niet echt poederig trouwens, want het is best wel kleverig. Ik wist dat niet eens, maar dan weet ik het nu. Hai, nog 1. Ga je nu gelijk wel erin gooien? Gooi het gelijk erin man, in die mold. Oh nee, ik maak het wel trouwens, ik maak het wel een beetje poederig man. Oké, laatste. Hoeveel hebben we erin? 4. Dit is de 4e man. Ja man. Ja, kan wel veel. Het is wel veel hè, maar ik denk wel dat het goed is. 4 bouillonblokjes gewoon. Oh, daar moet ik een beetje eruit halen, want misschien is dat wel, misschien wel een beetje te veel, je hebt gelijk. Maar 3,5 is wel perfect. Kill, 3,5 voor wat? Gooi niet die half ook erin, man. Ja, anders is het weer te veel. Je weet toch wanneer je net iets te veel, wanneer je iets aan het chappen bent en je proeft gewoon net iets te veel van iets. En dat zou het zijn als ik er niet eruit heb gehaald. Gewoon die helft gaat die hele verschil brengen. Gaat gewoon die hele, je gaat de hele vibe wordt gewoon best. Oké, we mixen dus die tori en dan gaat deksel erop en je laat het gewoon 20 minuten koken en dan zou het straks weer terug, man. Heb je die rijst al ingedaan? Nee, dit moet eerst koken. Dit gaat ook nog koken. Dit moet eerst koken. Daarna pas die rijst. Wow. Ja, maar dat is lang, man. Jezus. Gewoon deze ga je koken voor 20 hele fucking minuten. Ja, man. En daarna nog de rijst. Daarna komt die rijst. Wow, we hebben dit er nog niet eens in gedaan. Dit moet ook nog gebeuren. We moeten ook nog de chicken hierin gooien. Jullie weten hoe die ding gaat. Iedereen heeft eigen oven. Dan gewoon die kip erin. 20 minuten. Ja, 30 minuten is ook goed. En dan gewoon wachten, man. Swag is 5. Hey boys, we zijn zo terug. En dan is de saus gekookt. En dan gooi ik de rijst erbij. En dan zien jullie een beetje hoe het er dan uitziet, ja? Hey, dadelijk. Gazos! Gazos! Hey, pak mijn shit aan. Gazos! Kill, fucker. Zeg die mensen wie je bent aan de niveau. Fucking Terrence HTP van die fucking FIFA video. Van die fucking, ja, van die FIFA video. Throwback naar die video. Shout out Mystic. Ja man, Wat gaan we nu doen? We gaan deze Turkse frisdrank proberen. Achie de plug, we gaan even gazos proberen. We gaan gekke gazos proberen. Gazos in this bitch. Ey. Zeg zo goed smaak en shit, is verfrissend en shit. Het voelt wel alsof ik ook in de bergen ben gelijk gewoon als ik. Smaakt als een mix tussen Sprite en Fimto. Heb je ooit Fimto gedronken? Smaakt dat als Fimto. Fimto smaakt naar Fernandez toch? Want ik proef hier ook wel Fernandez in. Mix tussen Fernandez en Sprite, ja. Voor de mensen die Fimto niet kennen. Is het gaande? Kazos. Is het gaande? Ja man, 1 out of 10. Het is wel voor herhaling vatbaar, weet je? Swag. Is wel gewoon ook die drinking gewoon. Waar je mensen mee kan verrassen van stiffel, spaar rood, maar nee. Ja, nee, man. Dat wel. Je hebt gazos. Dat is goed, man. Oké. Wat ga je nu doen? Wat ik nu ga doen is roeren. Even kijken dat die tomaat zelfs niet verbrandt. Moet je gewoon regelmatig blijven roeren. Voel al dat het een beetje vast begint te worden aan de onderkant. Daarom is het belangrijk dat je blijft roeren. Je moet wel vaker blijven roeren. De hele tijd op, de hele 20 minuten lang. Nee, dat niet. Dat gaat weer te hem. Ik ga even roeren en dan we zien we straks. Swag. Die ding is klaar, we gaan nu die rijst erin gooien, man. Hé bro, nu iemand anders die machine pakt. Stel jezelf, ga ervoor. Ik ben Joop, man. Igor.
3K38, man. Zo echt. We gaan die rijst in die tomatensaus gooien. Want die tomatensaus is nu gewoon dik genoeg geworden. We zijn loaded in the cut. Ik heb hem een beetje spicy gemaakt met meer chili poeder. Je moet gewoon zelf proeven of je aan kan. Als je niet aan kan, doe gewoon rustig aan met de pepers en zo. En dan zie je gewoon hoe die rijst in die tomatensaus gaat. Wel veel rijst, maar dat is hoe het hoort, volgens mij. En dan mix je die hele tori. Nee. Juist. Gooi wel een beetje water erbij. Maar dan kook je het in de water weer. Nee bro, je kookt het niet in de water. Je kookt het in de tomatensaus. Alleen je doet er een klein beetje water bij. Interesting. Ja. Alleen voeg je die water aan toe. Nu 300 milliliter ongeveer. En dan gooi je het bij die rijst. Zwaar. Mensen in de kut, hebben jullie wat te zeggen? Ik heb trek, man. Ik trek om te choppen. Zeker. Weer iemand die mijn shine pakt, man. Hij back naar mij, we gaan afsluiten. I was weer back, want ik ben heel iets belangrijks vergeten. Bij dat water moet ook nog afgedekt worden, want dan kookt het stabiel. Ik ga nu aluminiumfolie over die deksel heen doen. Is gewoon belangrijk. Een soort van de deksel. Nee, want die deksel komt er ook nog op. Ja, ook nog. Vraag me niet waarom, maar het moet zo, man. En dat is gewoon nu timeren, man. En af en toe roeren. We zijn zo terug. Ai, we zijn weer back. 3 uur later. Je ziet de zweet op mijn voorhoofd. Je ziet de stress. Ik heb koude lang geroerd voor 3 uur lang. En kijk de results. Mijn hart klopt, man. Mijn hart klopt steeds harder. 3, 2, 1. Oké. Jawel, man. Nu rijst met tomatenpuree vibes. Bro, je kan het niet zo noemen, man. Je kan het niet zo noemen. Ik ken het niet, jeetje, dus voor mij. Jollof. Voor mij is dat het. Er zit lof in. Alles. Jollof. Ja, man. Dus er zit zeker lof in. 3 uur roeren aan lof. En eigenlijk wat er nu nog moet gebeuren. Intussen tijd is die. Je weet toch? Die chicken. Dat je het weet. Nu, het enige wat we eigenlijk hoeven te doen is. Een beetje dingen er doorheen. Je kan eigenlijk doorheen doen wat je zelf spannend vindt. Ik doe mais er doorheen. Ik doe denk ik wel gewoon een hele pot erin, want het is veel rijst. Of laat me eerst zelf doen. Damn. Bro. Je doet het altijd zo koud, man. Nee, man. Dit is gewoon omdat het koude veel rijst is. Want er is best wel veel man, toch? Dus ik heb gewoon die hele rijstpak erin gedaan. Als je minder rijst maakt, dan kan dit binnen een uur klaar zijn, man. Maar... Fucking hell, dude. Ja, man. Dit kost wel veel energie, man, als je zoveel maakt. Ach, IJsie staat al ready, want hij krijgt die eerste bord toch, want hij moet gelijk kwijt. Hij komt hier alleen voor chops en dan gaat hij weer weg. Dat is die love die ik krijg. Ik stop die love hierin. Ik ga direct naar mijn beren. Spersiebonen erin. Een beetje spersiebonen erin voor die vibe. Worden toegevoegd? Ja, het is wel veel. Ja, maar het is toch wel goed. Je hebt gelijk die audience en shit. Yo, besef die kracht die ik erin stop. Wow. Besef die power. Misschien moeten we nog 5 minuten wachten om een minuut. Nee! Nee bro, niet echt genoeg, man. Nee, dan wordt hij denk ik minder plakkerig. Stil. Jollof. Ik zeg eerlijk, het ziet er wel goed uit, hè. Zou je dit zelf kunnen flippen, denk ik? Het is veel werk, man. Ik zou dit laten flippen. Het is fucking veel werk, man. Tuurlijk kan het, maar het is gewoon eigenlijk. Iedereen 20. Bronem. En dat was de eerste portie. Nu gaan we door naar de volgende porties. Ik ga nu scheppen. Hey, dankjewel voor alles. Ja, man. Laat me weten hoe het was. Geen review. Pak even andere, want die andere, want die heeft dit is helemaal, dit is niet stabiel. Ik ben koude moe. Mijn benen houden het bijna niet meer. Ik heb gewoon 3 uur zitten staan roeren. Zet op, man. En we gaan eerst dus shout-outs doen naar degene die dit mogelijk hebben gemaakt. Shout-out naar Debo. Shout-out naar Debo dat hij dit heeft geflipt. Shout-out naar Daniel ook nog. Shout-out naar weet je de ene nigga die hier woont? Daniel, man. Dus ook shout-out naar hem. Shout-out naar mij, ga dit shit eten. En hoe heet die jongen die naast je staat? Oh, nee, die andere. Daniel. Hoe heet die andere guy die daar staat? Daniel. Film? Achie. Nee, die andere guy, die andere. Met groene shirt. Oh, Debo! Ah, ik zou naar hem. Karel, laat me beginnen. Heb je zelf al laag geroepen? Kip. Film even die kleed. Wacht even. Hoeveel mensen moeten nog chappen? 1, 2, 4. Ja, cool. Hey Terrence, shit is ready, maar ik neem de volgende plate. Ik ben nu gewoon de borden aan het uitdelen, weet je. Zorg dat iedereen gewoon genoeg heeft. Kolo veel. Ja, dit is voor Terrence, hij is een grote jongen toch, hij werkt hard. Is het gaande, Asla? Ik praat niet, dat betekent dat het goede is. Zo hek. Weet je toch, wanneer niks niet praat dan? Is die gaande. Je hoort het niet, maar... Je weet toch? Je hoort het niet. Gaande. Was het wachten waard, man. Zo hek. Maar nu komt de tijd dat Debo het proeft en dat ik het ga proeven. Ik heb nog niks geproefd, hè? Niet eens, ook niet. Nee, niet eens tijdens het koken gewoon. Dus ik heb echt die eerste hap gewoon. Ik ben echt benieuwd. Chop die ding. Mmm!
Wow, what the fuck man. Ja man, neem me echt serieus. Wow. Is nog, is misschien de beste jollof die ik heb gemaakt man. Ja, man. Is beter dan donderdag. Is beter dan donderdag. Het is niet zo plakkerig ofzo. Goede structuur. Ja man, stabiel. Ik ben er wel blij mee. En die chicken. Oh ja, ook nog. Oh, je ook zweet man. Die chicken. Ja man. Je fokt er wel mee. Ik fok er mee man. Swag. Oké, swag. We zijn nu aangekomen op het punt dat ik deze shit ga proeven. Heet. Ik weet niet eens hoe dit proeft. To begin with, ik heb nog niet eens wat gechapt, niet eens één kruimeltje, niet eens één korrel, je toch? Dat is wel echt zo, ja. Ik ben kanker benieuwd. De structuur is wel een beetje wat ik niet zou verwachten van een rijst. Is eerlijk. Nigger, je kan niet zeggen dat is wel echt zo, daarmee ontkracht je al het andere. Daarmee zeg je al het andere is niet. Het is wel apart en ik krijg ook die heat, maar het is wel gaande ofzo in a way. Het is nieuw voor me, smaak, papillen en shit. Heb je nog nooit iets geproefd wat hierop lijkt? In mijn mind is het rijst, maar rijst is niet zo hoe ik denk dat het is. Ja. Maar het is niet stif, het is gewoon nieuw. Ja, nieuw. Begrijp je? Dus het is... Begrijp je? Ja, ja. Nee, ik bedoel dat niet negatief, ja, ja, ja. Maar ik pak er wel mee. We gaan nu gelijk over naar die kip. Laten we deze... Die kip is sowieso stabiel. Laten we deze video niet te lang maken, weet je. We hebben lang gewacht, man. De kip is ook daar. Maar wel een beetje koud geworden door de tijd. De tijdsdruk, maar... ja, man. I fuck with this shit. Is het approved? Sowieso. Aye. Maar of de wachten waard was, dat weet ik nog niet. Ik besef dat ik nu hammer moet gaan op die rijst, want hoe meer ik chop, hoe beter het wordt ofzo. Dus weet toch, dat betekent ook dat ik deze video ga eindigen en shit. Dit was een gekke episode, duurde koude lang. Mooi joh. Maar laten we nu gewoon hier zijn de genieten wow van de food en niet focussen op de video. Die was gaande man. Wil je nog wat zeggen? Ja man, maak dit en laat me gewoon weten hoe het is geworden man. En zet het in de comments. Weet toch, 8-5 Flames Swag in the Kitchen. Wil jij ze nog wat zeggen? Nee. Later. Wil jij nog wat zeggen? Peace out. Swag. 8-5 Flame. Swag. Laat je reageren en abonneren. Als je het niet doet, ben je gewoon een goaltje.